Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 11 november. En ik ben klaargemaakt. En wat leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond naar het perfecte plaatje gekeken. Dat was weer erg leuk. Ik was even bang dat Stefano eruit zou liggen. Maar uiteindelijk ging hij toch wel door. Ondanks dat ik in het begin een beetje mijn twijfels had bij die man. Vind ik het toch wel een excentriek type. En kon niet wel heel goed. Alleen hij had gisteren niet echt zijn fotodag of zo. Want ze moesten minimalisme vastleggen. En hij had een hele grote tak gekozen. Dan had hij dan wel weer heel erg mooi bewerkt. Maar dat is natuurlijk niet echt minimalistisch. En ze hadden een hele mooie shoot met imperfecties. Zo werd het genoemd. Dus mensen waaraan je kunt zien dat ze bijvoorbeeld iets hebben. Eén die had een hele grote bijvlek rondom haar oog. Eén die miste een been, een ander een arm. En één meisje had albinisme. En zij was eigenlijk gewoon, hoe zeg ik dat netjes? Zij was gekleurd, maar zij werd dus helemaal wit. Dus ze kreeg gewoon allemaal witte vlekken op haar lichaam. Bijvoorbeeld haar handen waren helemaal wit en een deel van haar gezicht was al helemaal wit. Maar dan hier zag je wel gewoon haar eigen huidskleur. Ja, dat was wel heel bijzonder om te zien. Maar ja, zoals Raymond van Barneveld, die had een hele goede foto gemaakt. Maar hij was zo onscherp. Die man die kan niet scherp stellen. Nou, die ging er ook uit. Ik moet zeggen, ik vind Victoria ook niet echt geweldig. Want die heeft er ook wel moeite mee met scherp stellen. Maar goed, het was hartstikke leuk om te zien en mooi. Ik heb Rex gekeken en daarna heb ik De Val gekeken. Ja, vanavond de laatste aflevering. En het is nu de vraag, wordt de seriemoordenaar veroordeeld of niet? Want hij heeft geheugenverlies. En ja, uit die gesprekken kwam nu toch wel voort dat hij toch ook wel heel erg veel heeft meegemaakt in zijn jeugd. Waardoor je dus misschien toch weer meer kan rijmen waarom hij is zoals hij is. Ja, interessante serie. Dus ik ben heel benieuwd vanavond. Ik heb de vlog al klaar. Ik heb de foto's bewerkt voor het artikel voor vanavond. Dus op zich een productieve avond weer. Eigenlijk zoals elke avond wel. Dus dat was allemaal prima. Ik heb heel erg last van mijn lippen. En ik heb er gewoon wel een lipstick op gesmeerd. En hij is wel mat. Maar het doet allemaal toch een beetje zeer. Misschien had ik toch beter voor een smeuïge kunnen kiezen. Maar ja, ik vond dit gewoon, hij matcht ook totaal niet bij mijn nagels. Maar omdat ik roze nagels heb, vond ik een roze kleur wel leuk. Nu ga ik ze even aan de schoonmaak hier. Moet er even gebeuren. Ik moet vandaag boodschappen doen om 4:15. Morgen had mijn coach zelf wat. Zij werkte nu vandaag dan. Zij werkt normaal altijd op woensdag. Maar ik zie haar normaal op woensdag niet. Dus dat gaan we aan het einde van de middag doen. Maar goed, ik ga nu eerst maar eventjes mijn geurtje op doen. Dat ben ik vergeten. En dan ga ik me even de schoonmaak. En ik zal jullie er wel gewoon bij zetten. Dus ja, ik ga maar eventjes een sopje maken. Dan ga ik even wat doen. Alleen ze hebben de kliko weer verplaatst. Die was toch niet goed van. Kijk, ze hebben nu zwart zand gestrooid hier. De kliko staan ook wel heel erg naar voren. Ik heb zo het vermoeden dat ze hier de plantjes gaan plaatsen. En het kan hartstikke leuk zijn, maar waar die kliko's van mij heen moeten, Joost mag het weten. Goed, ik ga mijn geurtje opdoen en dan ga ik aan de gang. Zo, huisje is weer schoon. Ik ben leeggeet achter de bank te stofzuigen. Dus dat doe ik morgen wel eventjes. Maar alles is weer gedweld en dat is wel lekker. Want ik had toen ik van het weekend zeg maar de
het balkon had schoongemaakt. Toen had ik mijn Crocs aangedaan. Omdat ik dat gewoon van die handige dingen vind die je even naar buiten kunt aantrekken. Ik ga eventjes... Hé! Hey, kom! Nu! Even de deur dicht doen, want het is al een heel erg geluidje zo. Maar die geven dus altijd van die vreselijke afdruk op je vloer. En die heb ik dus nu ook even weggedweld. Maar dat zijn gewoon even van die makkelijke dingen die je aantrekt. Ik weet ook wel dat ze niet charmant zijn. Maar voor als je een tuin hebt of zo. Of even je balkon schoon te maken. Vind ik ze wel ideaal. Dat heb ik helemaal schoon. Ik heb nog lekker even geknutseld. Katten hebben nu net gegeten. Ik had toch nog even een wasje aangezet. Want ze hadden gespuugd op het kleedje wat in het gedenkhoekje van Bunny ligt. En nou, die heb ik dan toch maar even aangezet. Ja, nu kan ik nog heel even relaxen. En dan moet ik straks boodschappen doen. Dus ik heb al even de tassen naar beneden gehaald. En dan is het straks even naar die winkel. En dan haal ik even frietjes op. Want ja, voordat ik thuis ben, dan heb ik eigenlijk geen zin meer om het nog helemaal te gaan maken. Dus dan is het leven een keer makkelijk. Verder, vanavond heb je weer Steenrijkstraat Arm. Dat ga ik kijken. Ik denk ook nog even Rotterdam mijn dodder, want het is de laatste aflevering. Dan neem ik eventjes Bureau 040 op. Dat kan ik van het weekend nog wel eventjes een keer terugkijken, want dan is er toch niet zo heel... Ja, er is wel genoeg, maar er zit soms wat tijd tussen, waardoor ik er mooi even iets kan terugkijken. Ik heb Rex en ik heb De Laatste Val. En verder ga ik vanavond dan even mijn artikel schrijven en de vlog inplannen. Ik probeer alvast wat foto's te bewerken wat ik eigenlijk morgen moet doen voor vrijdag. Want dat is best wel veel. Dus dan kan ik alvast een beginnetje maken. En verder wordt het gewoon een avondje op de bank. Dus dat is ook wel lekker. En nu al zat. Oh. En dat valt ik eigenlijk altijd wel mee, weet je. Als ik eenmaal bezig ben is het ook wel lekker. Maar nou ja, goed, alles weer eventjes lekker afgenomen. Dus dat vind ik altijd wel lekker. Ik heb nu ook... Sinds kort, ik haalde het steeds weg. Ik heb dus nu mijn fruitmandje hier staan. Er ligt een brief in, die moet straks mee. Die heb ik dus nu op tafel gezet. Maar elke haalde ik hem weg, omdat ik bang was dat die katten ermee gingen klieren. En dat geldt nu eigenlijk ook voor de deurmat. Die heb ik nu ook gewoon. Laat het daar nu ook liggen, want het gaat nu eigenlijk al dagen goed. En soms ben ik gewoon te bang dat ze dingen kunnen slopen. Maar het gaat nu eigenlijk best wel goed. Dus ik kan het gewoon prima laten liggen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu nog even relaxen en dan ga ik straks boodschappen doen. Het is koud, ik denk dat het straks snel donker is en dan ja, ga ik jullie morgen gewoon weer zien. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 12 november, ik wou zeggen oktober, maar het is al november. Ik ben klaargemaakt en ik heb gisteren nog even natuurlijk boodschappen gedaan nadat ik de vlog had afgesloten. Die zal ik jullie zo nog even laten zien, tenminste wat er nog van over is. Want ik heb al dingen in de vriezer en in de koelkast en zo. Ik had lekker patat opgehaald, want ik was wat later nu natuurlijk. Dus dat was al eventjes heel erg lekker. Dus dat was allemaal goed gegaan. Ik heb Steenrijkstraat Arm gekeken, wat heel erg mooi was. Die rijke mensen vonden het ook heel erg hartverwarmend. En ja, het was een hele mooie uitzending. Ik heb Rotterdam weer doorgekeken. Het was wel even heftig, maar ja, dat is het waard. Het was ook alweer vermakelijk ergens. Ik heb Rex gekeken en daarna heb ik gekeken naar De Val. Ik heb ook nog eventjes mijn blogpost geschreven, de vlog ingepland en alvast wat foto's voor het artikel van morgen gedaan. Maar De Val, de allerlaatste aflevering. Ik blijf hier met vraagtekens over. Het is weer zo ver. Er zijn weer dingen waarvan ik niet weet hoe ze nou uiteindelijk in elkaar staken. En ik vond het tragisch ook. Ik wilde wel even het een en ander over vertellen. Ik heb al eerder verteld dat het om een seriemoordenaar ging. Uiteindelijk is die ook opgepakt. En hij moest op een gegeven moment, heeft hij ook bekend, toen moest hij ook aanwijzen waar een van de vermiste vrouwen was. Dus ze gingen naar die locatie toe. En tijdens dat locatiebezoek is de seriemoordenaar neergeschoten. Dit was niet door de politie, maar dit was door iemand die het op hem had gemunt. En hij was eigenlijk gewoon in levensgevaar, want het was echt een kantje boord. In het ziekenhuis geopereerd en hij heeft het uiteindelijk wel gehaald. Maar toen werd hij wakker naar zijn coma en toen had hij geheugenverlies, zei hij. Dus hij was gewoon 6 tot 10 jaar kwijt van zijn geheugen.
En dit moest natuurlijk onderzocht worden, maar hij kon ook niet meteen een scan ondergaan, want er zaten nog kogelsplintertjes in zijn lichaam. En dat zou met een scan gaan smelten of zo, dus dat zou uiteindelijk ook niet goed aflopen. Nou ja, toen even later kon die scan ineens wel, dat vond ik een beetje vaag. Toen zag je hem toch die scan ingaan en nadat hij eigenlijk weer goed opgeknapt was, eigenlijk ja genezen die wond, dat moest hij nog wel blijven zorgen, maar hij was niet langer ziekenhuisbehoeftig, moest hij naar een psychiatrische instelling voor onderzoek. Ik denk dat je het in Nederland kunt vergelijken met het Pieter Baan Centrum. Ik hoor ook wel vaak op het nieuws bijvoorbeeld dat mensen die een misdaad hebben begaan en die zich op psychische dingen werpen, dat ze dan naar het Pieter Baan Centrum moeten. Sommigen moeten er ook heen als ze dat helemaal niet willen of als ze niet herkennen dat ze wat hebben. Maar als het wordt vermoed, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Daar moest hij een heel onderzoek ondergaan, vooral gesprekken. En ze moesten toen ook wachten op de uitslag van die scan. Op een gegeven moment komt die uitslag binnen en toen was eigenlijk het verhaal dat er op die scan gewoon geen afwijkingen te zien waren aan zijn hersenen. En dat ze dus eigenlijk het advies gaven dat die arts in zijn rapport moest schrijven voor het OM. Dat hij het geheugenverlies faked, dat er gewoon echt niks aan de hand was. Intussen moest hij ook weer op het bureau komen voor verhoor. En ik moest ook zeggen, ik vond dat hij best wel geprovoceerd werd. Want de rechercheurtje bleef maar aandringen. Nee, hou nou maar eens op met je spelletje, want je hebt geen geheugenverlies. En omdat ik dus echt niet wist of hij wel of geen geheugenverlies had, vond ik het provocerend. Op dat bureau heeft hij beide rechercheurs aangevallen. De vrouwelijke rechercheur die heeft hij de hele gezichten van kapot geslagen en een paar trappen in de maag gegeven. De mannelijke rechercheur, daar draaide hij de arm van om. Die had een gebroken arm en die was al gewond aan zijn arm. Dus nou, toen heeft hij weer even een paar uur in de cel gezeten. Toen ging hij toch weer terug naar dat psychiatrische instellingtje. En daar moest hij weer een gesprek ondergaan. Ook weer van wat gebeurde daar nou. En daar had hij ook eigenlijk geen antwoorden op. Maar intussen had hij alweer een plannetje gesmeed. En een van zijn medepatiënten, zeg maar, die daar zat, die zei dat hij de arm van zijn zus had gebroken. Was ook wel een beetje een labiel persoon. En toen zei zijn verpleger dus later van ja, hij heeft het mooiste gedeelte nog achterwege gelaten. Want die jongen die had dus ook nog zijn zus verkracht en voor een vuilniswagen geworpen. Vond ik ook een beetje raar dat die verpleger dat vertelde. Want eigenlijk heb je dan toch ook een soort van beroepsgeheim, lijkt me. Maar hij vertelde dat. Toen heeft hij dus met die jongen een plannetje gesmeed. En hij heeft die jongen omgebracht. En daarna zelfmoord gepleegd. Maar nou weet ik dus nog niet of dat geheugenverlies dus echt was of niet. En dat vind ik gewoon irritant, want ik wil dat weten. Maar ja, ik kom er niet achter, want het was de laatste aflevering. En ja, ik vind het... Ik blijf daarmee zitten. Ik wil het dan op een of andere manier weten. Maar goed, gaat niet gebeuren. Ik ga zo meteen. Ga ik stofzuigen. Ik moet even een in- en outro opnemen voor een extra video. Ik moet eventjes dit plankje eigenlijk eventjes beter vastmaken. Want als je kan zien, komt deze hier uit de muur. Ik vind hem gewoon niet stevig genoeg hangen om mijn boeken erop te zetten. Dus die wil ik eigenlijk even beter vastmaken. Wat was opruimen en ik ga gewoon nog even knutselen. Dan ga ik boven, laat ik even voor wat het is. Dan ga ik dan het weekend weer doen. Maar ik zal jullie even wat boodschappen laten zien. Ik was even bij het kruidvat geweest. Dat zal ik eerst even pakken. Daar had ik even wat gehaald. Ja. Wat ik daar heb gehaald is desinfectie gel. Die wil ik dan in die pompjes gaan doen. Dus die heb ik echt gehaald. Ik heb weer eventjes mijn shampoo en conditioner gehaald. De Oil and Care. Dat was mijn tweede product van Euro. Dat is shampoo. Daar kreeg ik gratis bij. Oh ja, de shampoo is hier. Dus die. En daar kreeg ik een scrunchie bij. Deze met een bandana. Die kun je om je hoofd doen. Dus die kreeg ik er gratis bij. Dus dat was wel leuk. Boodschapjes. Het is donker.
We hebben nog een aanbieding. De wc-papier die helemaal open is. Oh ja, ik had Starbucks gehaald. Dat is 1 plus 1 gratis. Dus ik heb de cappuccino gedaan. Die leek me gewoon heel lekker. Ik ben dol op Starbucks. En ik heb de caramel macchiato. Dus die ga ik morgen maar eens even lekker proberen. Deze zijn trouwens voor in de Dolce Gusto. Verder heb ik nog in de aanbieding eventjes wasmiddel voor de fijne was. Boontjes en een shootje. En hier zijn dan de bonen. In de andere tas heb ik nog 3 flessen cola. Oh, dit beeld is ook lekker. Kattenvoer. Ik heb frietsaus gehaald, want die was nu heel goedkoop bij de woning. Ik heb 4 flessen schoonmaakazijn gehaald. Ik twijfel er altijd mee. Het was 4 flessen voor 1,39 bij de bonie. Dus dat vond ik echt wel een koopje. En wat ik dan nog erin heb zitten is weer even mondwater. Dus dit eigenlijk. Ik ga nu even de boodschappentassen naar boven brengen. Stofzuigen, kantenbak scheppen. En dan ga ik even wat doen. En ik zal even kijken waar ik jullie bij kan zitten. Zo, klaar. Ik zit even in het licht, want ik heb de lampje aangedaan. En de was hier eindelijk weg. Ligt ook alweer netjes in de kast. Het lampje hangt weer goed. Hij zit nu echt gewoon goed stevig hier weer, zeg maar. Dus ja, top. Heel blij mee. Nu heb ik er een veiliger gevoel bij. Ze zijn buiten iets aan het doen en ik weet niet wat. Kijk, dit staat er voor mijn huis. Ik denk dat ze dingen gaan ophalen, misschien nog van het klussen. Er is nog niks gebeurd hier en mijn kliko's staan er nog steeds heel flauw bij. Dus, nou ja, goed, dat. Het heeft straks geregend, dus ik vond wel even tijd om lampjes aan te doen. Het werd donker. Was opgeruimd, plankje vastgemaakt. Ik had nog een bak bij mijn oma gevonden met allemaal vaccinelichtjes. Die heb ik nu in mijn het eigen bakje gedaan. Die bak die ga ik even afwassen en daar wil ik dan boodschap of zo in gaan zetten. Het is niet een heel grote bak, maar gewoon kleine dingen kunnen er best wel in. Kijk, het is niet een heel groot formaatje, maar het is gewoon zo'n bak. Maar die moet wel eventjes lekker afgewassen worden, want die heeft er toch een tijd gestaan. En ja, het is wel lekker om het even af te wassen. Ja, vanavond heb ik een taaie klus, want ik heb veel foto's te bewerken. Ik wil eigenlijk ook al wat proberen te doen aan de video voor zaterdag. Maar ik moet even kijken hoe ver ik ga komen. Je hebt vanavond sowieso Chateau Meiland, daar heb ik zin in. Daarna heb je meester Frank Visser. Ik moet nog even een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik zei van de week, ik ga me alvast even oriënteren, maar dat heb ik dus nog niet gedaan. Dus dat ga ik maar even doen. Mijn camera is bijna vol. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen en ik zie jullie dan morgen. Want kan ik straks mijn kaartje even leeg. Ja, toen klapte de camera uit. Maar ik wou dus zeggen, dan kan ik morgen weer met een vol kaartje gaan filmen. Dus ik ga, of in ieder geval leeg kaartje moet ik zeggen, met een leeg kaartje weer volop filmen. Dus dat ga ik straks even legen. En verder heb ik trouwens nog klem vanavond. Daar heb ik wel weer zin in. Maar ja, nog even op zoek naar een nieuwe Netflix serie. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. En dan, ik heb kippenpootjes eruit. Die ga ik straks eten. Dus komt allemaal goed. Ik ga een lekker avond ervan maken. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 13 november. Ik werd al wakker met een appje. Het is vrijdag de 13e van mijn moeder. En ik had het eventjes niet eens in de gaten, maar het is inderdaad vrijdag de 13e. Maar ik heb daar verder niks mee. Ik zei als grapje, loop niet onder ladders door. En Nathalie zei al, kijk uit voor zwarte katten. Dus ach, weet je, het is gewoon een beetje meer voor de gein. Ik ben klaargemaakt en ik heb die wenkbrauwtattoo getest van de Action. Maar mijn eerste ingeving, ik ben niet heel enthousiast of zo, want ik zag nog allemaal heel erg plekken. Maar ik moet het gewoon even op de foto's gaan bekijken.
Maar als ik het zo zag, dacht ik van nee, niet echt, echt geweldig of zo. Maar goed, als je daar benieuwd naar bent, daar komt aankomende week een review van online. Of eigenlijk volgende week. Verder heb ik gisteravond weer lekker naar de Château Meiland gekeken. Was weer erg leuk. Daarna heb ik meester Frank Visser Rijdt Visite gekeken. Was ook wel mooi. Ik heb een nieuwe Netflix-serie gestart. You. Ik was toch wel weer een beetje op zoek naar zoiets als The Fall, zeg maar. En toen zag ik Marcella daartussen staan. Die heb ik al gezien. En toen zag ik ook You. En dat leek me op zich ook wel leuk, omdat ik de acteur van You weer ken uit Gossip Girl. Ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, want ik heb pas één aflevering gezien. Dus ik ga gewoon even kijken hoe dat zich verder uitmondt. Maar ja, ik vond het de eerste aflevering wel spannend. Maar ja, zoals ik zeg, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Ik heb klem gekeken, dat is wel echt super spannend. En ze zitten ook echt wel daadwerkelijk klem, dus dat was wel heel mooi. Verder heb ik de foto's bijna afgekregen. Ik wilde eigenlijk al een deel editen van de video van morgen. Dat is nog niet gelukt. Dus het wordt vanavond gewoon heel druk bezig zijn. Maar dat geeft ook niet. Zoals je ziet is het best wel donker. Ik heb het ook weer onwijs koud. Ik heb wel lekker een trui aan. En ik ga zo toch poetsen. Want de slaapkamer is aan de beurt. Lekker mijn bedje verschonen. Daar ben ik ook zo naartoe. Zo, oh ja. Zo aan toe. Na weer flinke nachtmerries. En dan... Het hele lichaam is gewoon één zweetbonk dan. En ik werd dus vanochtend een keer heel vroeg wakker. En toen had ik een gevoelloze arm. Want mijn arm heeft klem gelegen. Dus het voelde net alsof ik alleen maar een bovenarm had en geen onderarm. Maar gelukkig toen ik even wakker werd toen kwam die langzamerhand wel weer een beetje bij zijn positieve. En werd je terug wakker. Maar ik had even zoiets van, oh wat vervelend. Het voelde heel gek aan. Maar goed, ik ga zo dus de slaapkamer doen. Ik ga even een was aanzetten. Dat is wel weer eventjes goed, want de zwarte was is ook weer aardig opgelopen. Dus die ga ik maar even wassen. Ga ik de slaapkamer poetsen. Ik moet even boven op zoek naar suiker, want ik heb gisteren de laatste suiker opgemaakt. En ik dacht, dat was heel stom. Ik dacht dus echt daadwerkelijk dat ik suiker had gepakt. Ik zal hier even een lamp aan doen. Ik had dus dit boven gevonden en ik dacht dat dit suiker was. Maar het is gewoon rijst of iets... Ja, het is bruine whole grain, iets met granen. Het is helemaal geen rijst. Dus dat gaan we ook niet meer gebruiken. Dus we moeten even kijken boven of er nog suiker is. Ik hoop het wel. Want koffie zonder suiker vind ik vies. Ik lust geen koffie zonder melk en suiker. Maar goed, dat ga ik zo even doen. Dan ga ik de was aan zetten. Dan ga ik even stofzuigen in de bakken doen. En zet ik hier bij de slaapkamer erbij. En verder heb ik ook eigenlijk weinig te vertellen. Niet veel meer gebeurd. Ik vind het wel een gezellig dagje. Ik vraag me eigenlijk wel even af hoe koud het is. Oh, de welbekende nieuwmelding. Nou, 40 miljoen euro compensatie voor de vuurwerkbranche. Omdat er dus een vuurwerkverbod is. Oké. Het weer, daar wilde ik naar kijken. Het is 12 graden. Op zich, ja. Het is op zich wel frisjes, maar ja, ach. We zitten lekker binnen. Ik ga op zoek naar de suiker en dan de was aanzetten. En dan zet ik jullie dus bij de slaapkamer erbij. Dus tijd om iets te gaan doen. Thank you.
Zo, ik ben klaar. Ik was weer even een klus, maar ik heb het gered. Dus dat is fijn. Ik had alleen een beetje ruzie met mijn dekbed overtrek. Misschien heb je het gezien. Hij wilde niet zoals ik wel. Maar ja, soms heb je dat. Ik had in ieder geval... Ik was lekker klaar. Toen had ik zelfs nog even tijd over om een spelletje te doen. Zodat de katten moesten eten. Die zijn nu net klaar. Dus dat is top. Ik ga vanavond lekker deze caramel macchiato van Starbucks proberen. Dan ben ik heel benieuwd naar. Dus je zult morgen horen of die bevallen is. En het goede nieuws is een zak suiker gevonden. Dus dat is natuurlijk top. Mijn wasmachine draait hier nog. Dat hoor je vast op de achtergrond. Maar ja. Mijn was dus nog niet klaar. Dus als die straks klaar is, kan ik die vanavond ophangen. Nog even lekker relaxen. Straks douchen, koken. En dan de finale van de Masked Singer. Ja, ik heb er zin in. Ik kijk eens goed eens alleen met Nathalie. Want mijn moeder die is er niet vanavond. Dus die kan helaas niet meeraden op de app. Maar nou ja, die ging het geloof ik even terugkijken nog. Dus nou ja, superleuk. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik denk daarna nog een stukje van Tentje voor de Music. Maar ik ben wel heel druk. Want ik moet de video in elkaar editen. En dat is volgens mij best wel veel werk dit keer. Ik moet nog even een paar foto's bewerken. Mijn artikel schrijven. Dus nou ja, ik heb genoeg werkzaamheden vanavond. Voor zowel YouTube als de blog. Maar dat kan ook in de reclames. En dat is altijd wel lekker. Verder ga ik Wii U kijken. En vanavond heb ik weer Zonnestad. En daar heb ik wel heel veel zin in. Dus ja, dat wordt mijn avond. Ik ben er wel aan toe. Ik ben altijd heel dankbaar als de slaapkamer weer schoon is. Ik kan ook intens genieten dat ik vanavond weer in een schoon bed stap. Ik ben in een nieuw boek begonnen. Superleuk. Dus ja, eigenlijk allemaal best wel lekker. Dus ja, ik hoop dat ik vannacht geen nachtmerries heb en dat ik kan genieten van mijn intense schone bed. Dus, maar goed. En dan nog even de wasje ophangen straks. Moet ik niet vergeten, dat schiet er bij mij nog wel eens wel bij in. Dan heb ik een was gedraaid en dan hoor ik op een gegeven moment dat die klaar is. En dan ga ik niet gelijk die was ophangen. En dan denk ik in één keer, oh chips, mijn was die moet nog opgehangen worden. Maar dat zijn ook klusjes, die kun je ook makkelijk in reclames doen. Dus, nou prima. Ik ga nu lekker relaxen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. En dan, ja, denk ik dat we even verder gaan met de zolder. En eventjes hopen dat die was die daar hangt, oh, mijn slot zit in heel droog is. Want dan zou die ook wel opgevouwen kunnen worden. Maar dat gaan we morgen wel zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 14 november. Ik ben weer klaargemaakt. En ik heb het best wel fris. Ik heb ook niet een heel warm truitje aan. Maar ja, goed. Het geeft niet. Sinterklaas is weer in het land. En ik heb eigenlijk best wel gelachen. Nathalie moest werken vandaag en ik wist eigenlijk dat ze, dat hebben ze toen al verteld, dat ze eigenlijk het heel leuk hadden gevonden omdat het Lentes eerste Sinterklaas is om naar een intocht te gaan. Nou ja, dat kon natuurlijk allemaal niet vanwege corona. Volgens mij is het ook allemaal heel geheim gehouden waar die überhaupt ze aanleggen. En ik heb ook het idee, dat las ik tenminste ook al op internet, dat hij ook al eerder is opgenomen deze intocht. Vanwege het feit dat het gewoon allemaal heel geheim gehouden werd. En dat mensen dan toch niet besloten om naar een intocht te komen. Maar goed, ik had dus, omdat Nathalie moest werken, had ik Frank een appje gestuurd van de week. Van, oh ja, Sinterklaas komt zaterdag aan. Misschien kun je met Lente wel kijken op televisie. Oh, helemaal leuk. En als ik eraan denk, zal ik het aanzetten voor Lente. We maakten nog zo'n grapje van, ja, of het wordt huilen om Piet. Nou, toen zei Frank, nou... Ja, wel de klassieke Piet dan. Nou, hij zei het anders, maar laat ik het maar houden op de klassieke Piet. Want ik denk dat iedereen dan wel weet wat ik bedoel. Dus ik zei al van, nou, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, dat is gewoon natuurlijk wel de generatie waar wij mee zijn opgegroeid, met z'n allen. Maar Frank die zat heel braaf met Lente voor de televisie. Lente had er pietermutsje op en natuurlijk, Lente snapt het ook niet. En, nou ja... Lente viel in slaap, dus het was niet interessant, de intocht van Sint. Ze lag zo te slapen met haar pietermutsje op, heel schattig. Dus we kregen gewoon een foto van, het is heel interessant, de intocht. Nou, niet dus, maakte geen indruk. Peppa Pig is leuker, ook dat snapt ze natuurlijk niet. Maar dat is gewoon natuurlijk wel leuk. En ja, natuurlijk omdat het nu natuurlijk gewoon allemaal heel anders is, dat er nergens intochten zijn. Was wel grappig, maar ze vond het niet interessant, dus nou ja.
Verder heb ik gisteravond de Mask Singer gekeken, de finale. En ik had eigenlijk alles goed. Iedereen waarvan ik dacht dat hij erin zou zitten, zat ook daadwerkelijk in de pakken. Uiteindelijk heeft Neptunus gewonnen. Terechte winnaar ook hoor, dat was Jan Dulles. En ja, ik hoorde het op een gegeven moment. De Vos was Noortje Herlaar, de Zebra was dus Najiba Mali. En ik moet echt zeggen dat ik verrast ben hoe goed die man kan zingen. Want dat wist ik dus nooit. Maar ik kon dus echt wel goed zingen. En Nicolette van Dam was de panter. Dus ja, ik had alles goed. Maar dat is wel leuk. En nu dan hebben ze op Oudjaarsavond hebben ze weer een muis! Een uitzending. Muis die begon aan met een zwarte krab. En ze heeft een krabpaal. Die ik nog steeds moet maken. Maar ik weet nog niet zo goed waar ik dat touw kan kopen voor de krabpaal. Verder heb ik nog een klein stukje van Tentje voor de Music gekeken. Maar ik heb ondertussen heel hard gewerkt aan mijn blogartikel en aan mijn video. Want het was heel veel werk en ik ben er ook echt heel lang mee bezig geweest. Uiteindelijk heb ik alles afgekregen. Maar het was wel eventjes een soort van raceje tegen de klok. En nou, uiteindelijk is het allemaal gelukt. Dus dat was prima. Ik heb weer naar You gekeken op Netflix. Was ook wel mooi. Al is deze gozer wel een beetje apart, want hij is heel erg geobsedeerd dus door een vrouw. En ja, zij is ook wel een beetje vreemd, maar hij is er helemaal door geobsedeerd. Hij vertoont stalkerig gedrag. Dus nou ja, dat. En daarna heb ik Zonnestad gekeken, dat was ook weer heel mooi. Dus. Maar ja, eigenlijk een prima avond. Nu ga ik zo meteen stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan tuig ik even naar boven om verder te gaan op de zolder. Ik kan even kijken of de was die hier hangt, de witte droog is. Maar daar ga ik me niet van uit. Want mijn dekbed was gisteren ook nog een beetje klam. Maar die is uiteindelijk wel droog geworden toen hij op mijn bed lag. Ik heb ook weer verschrikkelijk geslapen. Maar goed, dat terzijde. En ga ik daarna even bulletje en daar zal ik hier wel bij zitten. Want op zolder kan het sowieso niet, want daar heb ik gewoon heel weinig licht. Dat merk ik ook wel echt. Maar ik hoop in ieder geval nog eventjes daar verder te kunnen. Dus ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik maar eventjes naar boven. Zo, het ligt dus nu een matje in en nu staan alle lipsticks recht. Ik hoop dat ze blijven staan. Als ik hem dicht doe, ik vrees dat er wel wat om gaat vallen. Maar dat valt wel mee. Maar ik ben er nu wel even tevreden over dat het nu gewoon allemaal goed blijft staan. Dus dat is wel heel erg fijn. Gisteren deze koffie dus gedronken. En die was echt heel erg lekker. Dus ik ga vanavond weer een bakje nemen. Je hebt hier gewoon een cupje met de koffie. Die is dan bruin. En dit is een cupje met de melk. Dus. Nou, jullie hebben kunnen zien dat ik toch de lipsticklaan nog netjes heb gemaakt. Mijn batterij is leeg. Ik film even met mijn telefoon. Ik heb boven ook zeker wel wat gedaan. Maar ik vraag me af of ik het ooit voor elkaar krijg. Ik ben een beetje hopeloos geworden, geloof ik, nu.
Maar goed, ik ga morgen wel weer verder en dan hoop ik dat ik eventjes weer wat meer kan doen. Ik heb echt wel weer een hoop producten weggegooid ook weer en al wat papier en zo, maar nee, het is nog lang niet goed genoeg. Maar goed, ik moet het dus ook inderdaad echt van het weekend hebben. Dus aankomen week kan ik wel wat meer. Maar ik kan gewoon mij niet lopen. En Mickey die komt ook steeds naar boven. En dan moet ik die weer in de gaten houden. Dat die niet steeds overal tussen verrumt. Dus dat is ook wel drama. Maar goed. Ooit komt het goed, zeggen ze. Ik heb wat in mijn oog. Het is echt vet irritant. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond ga ik kijken naar, oh wat een jaar, jaar 2000. Dat vind ik wel heel erg leuk, want dat is meer mijn tijd, zeg maar. Ik ga even Thank You for the Music afkijken. En voor de rest heb ik weer You en Zonnestad. Ik wil eventjes wat gaan doen aan de extra video. Proberen wat te doen aan de vlog. Dus wat dat betreft, gewoon op zich wel een basic avondje. Maar ik wil eventjes wel wat dingetjes doen voor YouTube. Maar goed, komt vast ook wel goed. Gaan we gewoon vanuit. Maar oh, ik zit nu gewoon even met boven in mijn hoofd. Het wil gewoon even niet weg of zo. Ook wel even wat van de extra spullen opgeruimd. Ja, op zich was het allemaal prima. Maar mijn hoofd zit gewoon eventjes vol. Dus dat is gewoon even lastig. Ik zal zo eventjes alvast de patat eruit halen. Kan die even een beetje... Niet zo dat hij niet meer zo heel erg bevroren is. Dat vind ik net iets lekkerder met bakken. Dan ga ik vanavond ook even mijn teennagels doen. En dan vind ik het wel best. Ik ga dan nu ook eventjes lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ben er even aan toe. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is volgens mij 15 november. Ik zit even op de bank. En... ik zit hier met allerlei katten. Mickey zit boven steeds te kleren. Dus daar ga ik toch straks nog even wat aan opruimen. Het is lekker regenachtig buiten. En dat vind ik wel gezellig. Ik heb het ook wel een beetje fris. Maar dat geeft op zich niet. Ik vind het wel altijd gezellig als het een beetje regent. Gisteravond heb ik gekeken naar Oh Wat Een Jaar. Dat was heel leuk. Het was het jaar 2000. Dus het was meer iets wat ik wel kende. Veel bekende muziekjes ook erbij. Dat is altijd wel leuk. Ik moet zeggen dat ik ook heel veel dingen niet wist hoor. Maar het was wel heel erg leuk. Daarna heb ik even Thank You for the Music afgekeken. Was ook de laatste. Ik heb al aan de vlog gewerkt. En ook al aan de extra video. Ik heb You gekeken. En daarna Zonnestad. Het was erg leuk. Dus maar ik heb me wel vermaakt. Waarom zit jij steeds boven? Jij komt van de kattenbak. Je stiekt naar kattenbak. Nee? En nou, was verder een prima avondje. Ik heb weer lekker de Starbucks koffie gedronken. Dus die was, ja, die is gewoon echt heel lekker. Dus dat was wel feest, hè? Ja. Ik heb niet zo lekker gegeten. Het smaakte me gewoon op een of andere manier niet zo goed. Maar ja, kan gebeuren. En nu ga ik... Zometeen even stofzuigen en even de groenten schoonmaken. En dan ga ik nog even naar boven en foto's maken. Dus dat wordt de planning. Niet heel veel bijzonders, maar ja, er is het zondag voor. Maar in ieder geval boven nog even wat doen. Want ja, van de week kan ik trouwens wel weer wat meer doen. Want dan heb ik de minder grote schoonmaak. Maar misschien dat ik ook even wil gaan schilderen van de week. Maar moet ik even kijken hoe en wat. Hoe het allemaal loopt, dat weet ik natuurlijk nooit van tevoren. Maar goed, dat staat op de planning. Dus niet heel veel bijzonders. Lente had, was naar de babyspa geweest. Dat mocht dus wel. Dat was gewoon open. De ouders mochten niet in het water. Maar de babytjes mochten dan in het water. En ze vonden het helemaal leuk. Het was even de vraag hoe lang ze het zou volhouden. Want het is een half uurtje. En ze zeiden, ja, misschien houdt het maar 10 minuten vol. Maar ja, uiteindelijk vond ze het echt zo lekker. Dat ze echt een half uur in het water heeft gelegen. In haar badpakje. Die komt ze nou voor het eerst ook aan. Super schattig. Dus dat was wel heel leuk. Ik ga nu even de bak doen. En even stofzuigen. En dan weer groenten doen. En dan ga ik eventjes naar boven tuigen. Ik zal jullie vandaag nergens bij zitten. Maar ik zal jullie uiteraard wel weer even laten zien wat ik ga fotograferen. Ben je er klaar voor, Mickey? Nee, hè? Ze knort echt heel zachtjes.
helemaal relaxed. Je zou toch maar een kat zijn, hè? En gewoon geaaid worden, geknuffeld. Lijkt me best lekker eigenlijk. Maar goed, we gaan even wat doen en dan zie ik jullie straks weer. Zo, boven even weer wat boodschappen geordend. Dus alles staat nu zo goed als wel in een mandje. Dus nou, dat is top. Ik heb al 2 dozen uitgezocht. Make-up bij make-up en andere spullen ook daarbij. En mijn deelspullen heb ik allemaal netjes in een doos gedaan. Ik was vroeger een groot deelverzamelaar. Daar heb ik echt heel veel spullen van. En dat heb ik nu allemaal netjes bij elkaar. Maar het is nu 4:30, dus ik ga nu foto's maken. Ik heb nu ook wel last van mijn rug. Dus ik ga van de week gewoon weer verder. Ik moet zeggen dat ik wel even lekker bezig was. Maar ja, het moet echt in gedeeltes. Maar het wordt nu toch wel wat. Hoewel Chris er heel sceptisch was, denk ik nu wel van, nou, het wordt wel wat. Maar wat ik wil gaan fotograferen is een lipstick van MUA. Dit is een satin lipstick in een oranje kleurtje, als het goed is. Ik weet niet echt wat er een kleur op staat. Hot Coral. Past ook wel mooi bij mijn nagels, want ik ga deze week oranje doen. Dan heb ik, oh, deze kan niet. Deze moet even terug, want ik wil niet 2 keer 2 dingen van hetzelfde merk. Dus ik had deze gepakt, maar ik ga even een andere pakken. Dan heb ik dit Neon Earth oogschaduwpaletten van Catrice die ik ga fotograferen. Heel mooi. En deze watjes, want hier wil ik een review van schrijven die ik dus bij de Action had gekocht. Die herbruikbare remover pad. Ik ga even een ander product pakken voor deze en dan laat ik je zo even zien welke dat is geworden. Ik heb deze Freckle Tint gepakt nu van Lottie London. En deze is in de kleur, oh die staat er niet op. Dus nou, ik ga nu even foto's maken en dan, ja, ben ik er ook klaar mee. Ik heb ook echt onwijs buik bij, maar ja, dat hoort er altijd een beetje bij. Maar goed, ik ben wel zat. Het is hier ook hartstikke donker, dus ik ga even de lamp aan doen. Dus, nou, tijd om wat te gaan doen. Zo, gezellig in het licht inmiddels. Ik heb eventjes de fotospullen opgeruimd. Mijn camera, mijn flitser en, nou, de lampen zijn aan het afkoelen. Die kunnen vanavond terug in de hoes. Maar ja, ik heb net nog even een beetje met wat muziek zitten clearen. Ik had wat liedjes die ik graag op mijn iPod wilde hebben. En ik zet ze dan in iTunes. En dan zet ik zelf daar het album bij. En ook welk nummer het is op het album. De songtekst en ook de afbeelding van de single. Zoals we hem vroeger hadden natuurlijk. Dat is altijd wel even een klusje. Maar dat is soms ook wel leuk. Dus daar was ik even mee bezig. Toen heb ik de katten eten gegeven. En nu ga ik zelf nog even lekker relaxen. Toch wel gek dat je eigenlijk zo'n verschil hebt in je gemoedstoestand. Gisteren zag ik het even door de bomen, het bos niet meer met de zolder. En vandaag ben ik eigenlijk weer heel positief. Dat ik toch wel denk van, nou ja, ik heb nu toch 2 dozen gehad. Dan ben je weer blij dat je weer dingen terugvindt. En ja, dat is wel super fijn hoor. Ik ben er nog lang niet. Ik zei ook, ze vroeg al in de groepsapp van, krijgen we foto's tussendoor? Ik zeg, nee, ik schaam rot. Nou ja, ze wil dat wel heel graag zien. Dus ik had er even wat gestuurd. Maar ik zei ook, het moet eerst een troep worden voordat het netjes wordt. Althans, bij mij is dat zo. Dus ja, nou ja, weet je, het is wel, ja, ik ben nu in ieder geval wel weer wat meer blijer ermee. Ik had ook wel zin om er weer mee aan de gang te gaan. En deze week zou ik iets meer kunnen doen, want dan heb ik vrijdag ook niet de slaapkamer. Dus kan ik alweer wat meer doen. Maar dat was toch wel even productief en fijn. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Ik heb al een hele zak vol oud papier, een hele zak vol met vuilnis. Kan allemaal weer weg, maar de vuilnis moet morgen eerst geleegd worden. Dus zover was dat. Vanavond wie van de 3? Alberto Stegeman. Ik heb weer You. Ik wil nog even Alsters terugkijken. En ik heb weer Rex. Dus ik ga vanavond ook even de foto's bewerken voor morgen. Ik heb ook foto's gemaakt voor een artikel voor dinsdag. Dus wat dat betreft liggen we lekker op schema. En ik zag net ook iets heel erg leuks wat ik even wil laten zien. Nou ja, we liggen wel op schema. Alleen mijn laptop zit weer een beetje vol. Omdat ik niet zo'n video's tegelijk aan het editen ben. Dat doe ik normaal niet. Maar ik wilde die proberen deze week nog af te krijgen. Maar ja, er zit wel wat werk in. Dat geeft niet. Maar dit blij nieuws verraste mij. 332 abonnees. Hoe leuk. Het gaat echt. Het is zo leuk. Ik kreeg ook zulke lieve reacties van jullie ook op mijn haar. Dat jullie het heel leuk vonden. En ja, dat vind ik wel super leuk om te horen.
Ik bedoel, natuurlijk, als je iets niet mooi vindt, mag je het ook gewoon zeggen. Maar het is wel leuk om te horen dat jullie dan toch de keuze die ik maak ook wel heel erg top vinden. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ga nu lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Ik heb vanavond zwarmen met frietjes, dus heerlijk. En dan ga ik lekker genieten van een avondje en de buikpijn trotseren. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu niks meer doen en ik moet even kijken wat een van de katten aan het doen is. Ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 16 november en ik ben klaargemaakt. En ik ga vanavond even videobellen met mijn moeder en met Lente. Op maandag is dus de oppasdag voor mijn moeder dat ze op Lente past. En ja, dan ga ik eventjes videobellen met mijn moeder. Ja, ga vanavond even videobellen, dan kan je Lente zien. Dat vind ik wel super leuk, want ik heb Lente nu zeker anderhalve maand niet meer in het echt gezien. En dat is ook wel het lastige van deze tijd. Sowieso, ik kan natuurlijk niet naar hun toe gaan. Als ik dat wel had gekund, had het in deze tijd ook niet gekund. Omdat je eigenlijk niet met het OV mag gaan als het niet noodzakelijk is. En Nathalie is weer begonnen met werken. Ze moet natuurlijk altijd naar mij toe komen. Dat zijn gewoon de lastige dingen. Maar als zo, hopelijk kan ik er met kerstavond sowieso weer zien. Maar dat is eventjes afwachten, want we weten natuurlijk niet hoe alles verder verloopt. Dat duurt nog best wel eventjes. En ik wil niet te veel op de zaken vooruit lopen. Ik had het gevoel dat ik een hele vieze bril op had, maar het valt mee. Ik heb hem net schoongemaakt, toen heb ik het idee dat er allemaal vlekken op zitten. Maar goed, Nathan en ik hebben ook nog twee video's staan die we samen willen opnemen. Eentje voor mijn kanaal en eentje voor haar kanaal. Dus allemaal eventjes afwachten hoe het gaat verlopen. We weten niet of dat dit jaar nog lukt. En anders wordt het volgend jaar. Ja, het zijn allemaal een beetje lastige dingen. Maar goed, ik ga het kleine aapje in ieder geval weer even via video bellen zien. En dat is wel super leuk. Vooral natuurlijk ook als je bij elkaar bent, dan wil je het liefst ook even met haar knuffelen. Als ze dat zelf natuurlijk ook wil en als het voor Nathalie oké is. Dus ja, dat zijn gewoon een beetje lastige dingen. Maar goed, daar heeft iedereen last van. Dus het zijn zo. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Wie van de Drie. Was ook weer erg leuk. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. Was ook wel weer heftig. Was een jongen. Inmiddels was hij 23, maar op het moment van opnemen was hij nog 22. Dat was gewoon een draaideur crimineel. Op jonge leeftijd had hij ook al een aantal keer vastgezeten. Hij lichtte mensen op bij het leven. En nou, hij deed echt hele stomme dingen. En Alberto heeft een paar jaar geleden al heel erg onderzoek naar deze jongen gedaan. Alleen dat is nooit uitgezonden, omdat hij weer van de radar verdween. En nu is hij weer in beeld en kregen ze weer nieuwe klachten, kan ik het zo noemen. En nu hadden ze hem dus geconfronteerd en hij zei dat hij zou gaan stoppen, maar hij ging er gewoon weer door. Dus hij moest nog voorkomen, dus nou ja, hopelijk gaat hij voor een paar jaar de bak in. Maar ja, weet je, meestal leren zulke gasten niet van, ze gaan daarna gewoon weer vrolijk verder. Dus ja, heb je niet heel veel aan. Ik heb All Stars gekeken, ik heb weer You gekeken, goede serie. Het is een beetje, die jongen die is een stalker, die heeft het telefoontje van het meisje, heeft hij achterover gedrukt. Zij kan gewoon haar in de gaten houden met wat ze doet en hij duikt op alle plekken op waar zij ook is. En hij probeert dat een beetje discreet te doen, maar gisteren werd hij toen gesnapt. Maar hij wist zich daar wel weer goed uit te praten. Het is wel echt een goede serie. Het is wel een serie die ik graag door wil kijken. Dus dat vind ik wel leuk. Ik heb Rex gekeken. Ik heb ook eventjes nog aan de extra video gewerkt. Maar het is wel een beetje lastig vanwege de ruimte. Wat ik gisteren al vertelde. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus wat dat betreft een prima avond. Ik had ook lekker gegeten. En ik wil jullie weer even wat laten zien. Want ik werd heel blij wakker van dit moment. Gisteren zaten we nog op 332 en vandaag zijn die 335. Volgens mij kunnen jullie het niet eens lekker zien. Nou ja, volgens mij komt het niet echt lekker over, maar ik ben daar heel blij mee. Het is heel erg leuk. Welkom voor alle nieuwe abonnees en leuk dat jullie zijn geabonneerd. Vind ik echt super lief en leuk. De hele lieve reacties krijg ik van jullie en dat doet me gewoon altijd heel erg goed. Daar word ik gewoon heel blij van. Super leuk. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik een video opnemen. Ik hoop dat het een beetje wil met het licht hier. En dan ga ik nu even bullet journalen. Ik heb wel mijn nagels gedaan, oranje. Even het lapje pakken. Dat
Dat is weer zo'n lakje van Catch and Shine. Dat zijn deze setjes. Die ik momenteel aan het testen ben. En ik had nu dus dit kleurtje. Een oranje. Het is wel leuk. Ik heb er wel een witte basislak onder gedaan. Want ik had hem op mijn tenen aangebracht zaterdag. Toen zag ik toch dat hij niet heel goed dekkend was. Ik denk nou voor mijn handen gaat er een witte lak onder. Dus dat was wel mooi. Ik heb me al wel een beetje verdiept in lampen voor mijn YouTube kanaal. Maar het is een beetje lastig moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk toch wel dat ik in de duurdere categorie uitkom. Er staan er bijvoorbeeld heel veel verschillende. Maar de meeste zijn toch wel echt voor je telefoon. En ik moet er toch wel echt eentje hebben die voor de camera kan. Dus ja, dan kom je wel in de duurdere categorie. En die zijn niet zo heel leuk geprijsd. Maar goed, ga ik nog even verder in verdiepen. Ik ga nu stofzuigen en dan ga ik filmen. En dan zet ik jullie bij het bullet journal er gewoon even bij. Nou, de video staat er gewoon op. Het is eigenlijk heel goed gegaan. Het had ik ook allemaal een klein beetje verwacht. Omdat het niet heel veel producten waren. Maar ja, het is altijd wel fijn als het een beetje vet loopt. Ik ga het gelijk ook eventjes opruimen. En dan... ga ik eens even kijken of de was misschien toch eventueel al droog is. Dat ik die nog even kan afhalen in ieder geval. Ga ik even wat drinken en dan gaan we straks maar even bullet journalen. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te doen vandaag. Hé, hey, niet doen hè. Zou niet een beetje aan het pesten. En alleen mijn horloge zit niet helemaal lekker. Want het bandje zit niet zo heel erg goed. Dus nou ja. Dat ga ik maar eventjes doen. En dan zet ik jullie bij het bullet journal natuurlijk eventjes bij. Maar dan hebben we in ieder geval dit alweer klaar. Dus ja, maar soms gaat het best wel eens eventjes vlot. En dat is ook wel eens een keertje lekker. Zo, ik heb ben even lekker bezig geweest. De was ligt in de kast. En op de achtergrond hoor je toch de wasmachine. Het was eigenlijk niet de bedoeling om deze aan te zetten. Maar wat wil het feit? De katten hadden hier op het wasrek geplast. En daar hing natuurlijk was. Dus er was een deel van de was die was gewoon niet fris meer. Die rook naar kattenurine. Dus die heb ik toen maar even opnieuw ingedaan. Dus die draait nu. Dus die zal straks wel klaar zijn. Dan hang ik hem aan het kleine rekje. Want dit werkt niet.
Ja, verder gewoon eventjes lekker gebeuren, journal. Ik ben bijna klaar met de doodles. En dan kan ik verder in mijn mus. Dus nou, op zich was het verder een prima middag. Zo even lekker relaxen. En dan vanavond kijk ik weer Kopen Zonder Kijken. En je hebt weer lekker GTS. Dat vind ik altijd wel weer een lekker idee. Ook dat het op maandag weer begint. Verder kan ik nog even iets terugkijken. En ik heb vanavond weer You en Rex. En ik probeer de video nog af te krijgen. Ik weet niet of het lukt. En anders wordt het denk ik woensdag of zo. Moet ik even kijken hoe en wat. En ja, ik moet een artikel schrijven. Dus nou ja, goed. Op zich dik prima. Dus het komt verder ook wel goed. Dus ja, niet heel veel bijzonders. Straks lekker douchen en eten. En dan lekker op de bank. Dus dat is prima. Het was zo donker hier dat ik alle lampen al heb aangedaan. Want ik zag bijna niks meer. Ik had gewoon echt wel grote lampen nodig met opvouwen van de was. En met bullet journal ook. Dus nou ja, het was in ieder geval eventjes helemaal niks. Ik ga nu lekker relaxen. Dan ga ik straks eventjes met Lente en mijn moeder video bellen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 17 november en ik ben klaargemaakt. Ik had net alweer een kleine situatie. Mijn wenkbrauwen groeien best wel snel. En bij mij gaan dan ook haartjes zeg maar onder mijn wenkbrauwen groeien. En die probeer ik er altijd uit te halen. Want dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Dat vind ik erg een ergernis. Nou zag ik van de week, s'avonds al een keer, dat daar een haartje zat die er niet hoorde. Dus die probeerde ik weg te halen. Maar ik kreeg helemaal niet te pakken met mijn pincet. Toen heb ik geprobeerd met zo'n speciaal scheermesje voor de wenkbrauwen om hem weg te trekken. Nou, dat werd hem ook niet. Want het werd alleen maar super droog en pijnlijk. En er kwam een heel klein mondje en het haartje zat er nog steeds. Nou, toen heb ik het een paar dagen laten rusten. En nu keek ik dus, toen zag ik dus dat hij iets langer was gegroeid. En dacht ik, oh, dan kan ik hem er wel uitpakken. Ja, niet dus, want nou heb ik het gewoon open getrokken met mijn pincet. En heb ik een heel klein mondje om mijn wenkbrauw. Ik voel het verder niet hoor. Maar er zit dus een heel klein mondje. Ik weet niet of je het kan zien. Hieronder, ja, ik heb de oogschaduw ook opgebracht. Dat deed geen pijn. Maar in het witte gedeelte zit een heel klein mondje. Dus ik weet niet of het zichtbaar was op de camera. Maar dat is weer een beetje balen. Want dan zit het correcte haartje er nog. En dat vind ik irritant. Maar goed. Ik heb gisteravond lekker goede tijden gekeken. Ja, er zit een personage in. Dat heet Judith. En ik vind haar zo irritant. Zij was is patiënt bij de huisartsenpraktijk van Anton. En toen heeft ze heel erg aangepakt met Linda. Volgens mij is ze gewoon geobsedeerd door Linda. En ze zit nu al een tijdje bij hun in huis. En nu had zij geld van hun gestolen. En Anton was er helemaal niet blij mee. Dus die heeft nou gezegd, ze moet uit huis. Maar ik zou blij zijn als dat mens eruit is. Ik vind haar zo verschrikkelijk. Echt irritant. Daarna heb ik Kopen Zonder Kijken gekeken. Was wel leuk. Dus was verder prima. Ik heb daarna een stukje van Man bij het Hond XL gekeken. Dat had ik vorige week opgenomen. En dat was altijd wel grappig. Kijk vanavond even het laatste deeltje af. Want naar het perfecte plaatje heb je ook eigenlijk niet echt iets. En dan kan ik dat mooi nog even combineren voor het Hart van Nederland komt. Ik heb You gekeken en ik heb Rex gekeken. En ik heb de video nog afgekregen die ik online wilde hebben. Dus dat was ook heel tof. Dus die staat inmiddels ook al op YouTube. Dat was dus even een extra video. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Mijn review is online gekomen. Dus eigenlijk allemaal wel prima. Niet heel veel bijzonders. Ik heb wel weer verschrikkelijk geslapen. Maar goed, dat hoort erbij. En ik heb het koud. Ben je aan het snuffelen? Ja, maar mijn haar zit niks in. Alleen de staart. Ik heb er geen spul in gedaan, Mickey. Nu ga ik zo meteen even aan de schoonmaak. Nu. Vanavond heb ik natuurlijk persconferentie. Ik krijg net een melding binnen van nu dat er weer een daling is qua patiënt. Dus dat is natuurlijk wel positief. Dus we gaan het vanavond zien. Dus ik ga de bakken even doen van de katten en de gang en de douche eventjes. Ik zal even kijken wat ik jullie bij kan zetten. Het zal weer gewoon de douche worden, want het is gewoon het makkelijkst. Ik zal even de vuilniszakken wegdoen. Ik ga even kijken of ik alvast de verf naar binnen kan halen. Want ik wil eigenlijk proberen van de week mijn muur even te gaan verven in de gang. Maar ik moet even kijken hoe en wat. Dus ja, ik ga nu eventjes maar wat doen. Want verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Want ja, nou ja, Natrie moet straks even naar de dokter. Die had de arm verrekt van het weekend. Die was heel dik geworden.
Of nee, ze is al bij de dokter geweest. Ze moet er even een foto van laten maken. Zo moet ik het zeggen. Ja, ik had natuurlijk gisteravond video gebeld met Lente en mijn moeder. Dat was wel heel leuk. Maar Lente vond Sinterklaas op televisie veel interessanter dan haar eigen tante natuurlijk. Want Sinterklaas is natuurlijk ook veel leuker. Ze zat echt de hele tijd zo. Op een gegeven moment, mijn moeder heeft dan zo'n klephoesje. Op een gegeven moment duwde ze zo dat klepje zo dicht. Wat doe jij nou? Nee, zeg maar, je moet niet het klepje wegduwen. Dat is toch niet lief? En nee, maar Sinterklaas was gewoon leuker natuurlijk. Ja, vind je het gek? Maar dat was wel heel leuk. En ze was ook heel rustig. Want ze had de afgelopen weken heel veel pijn in haar mondje. Want ze krijgt tandjes. En dat deed natuurlijk onwijs veel zeer. Dus voordat dat tandje doorkwam, had ze heel veel pijn aan. Maar nu was ze weer lekker rustig. En ja, super schattig. Nou ja, goed. Nu ga ik echt even een muziekje aanzetten en wat doen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus ik ga jullie straks erbij zetten. Mijn camera was alweer leeg, dus die moet vanavond op opladen. Maar ik was zo vroeg klaar dat ik halverwege gewoon nog even naar boven ben gegaan toen ik klaar was. Nikki, houd er eens mee op. En nou, daar kwam ik een hele doos met brieven tegen die niet van mij waren, die allemaal weg konden. Dus die heb ik allemaal een beetje verscheurd, dus die... kunnen ook weer in de oude papierbak. Het was gewoon een hele bak vol. En ik heb al wat dozen teruggeplaatst die uitgezocht zijn. Ja, het is nog wel een bende, maar het begin is er wel. Dus op zich ja, gewoon even zo voordoen, dan komt het wel goed. Maar nu ben ik het ook wel zat. Nu ben ik er wel klaar mee. Dus nu ga ik even lekker relaxen. Straks de persconferentie natuurlijk. Vanavond heb je weer het perfecte plaatje, wat ik heel erg leuk vind. En... nou ja, de katten hebben het lekker eten gehad. Dus ja, eigenlijk allemaal wel weer prima. Ik heb nu wel last van mijn rug. Maar ja, doosjes sjouwen, uitzoeken. Ja, het kost allemaal een beetje tijd. Maar dat geeft helemaal niks. Ik ben blij dat, dat ik een klein begin heb kunnen maken in ieder geval. Dus nou ja, dan komt de rest ook wel goed. Vanavond kijk ik verder nog dan eventjes man bij het hond af. Ik moet foto's bewerken. Ik probeer de vlog af te krijgen. Ik kijk You en ik kijk Rex. Dat is het ook. Verder niks bijzonders. Maar het is wel even lekker. Want ik ben er nu ook wel even klaar mee. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je natuurlijk gratis abonneren. Je kan op het rondje met mijn gezicht drukken. Of op mijn kanaal zelf op de rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanzet, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En vond je deze video leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je weer bij je volgende video te zien. Doeg!